Alles met beesten, met haren, dat kan ik niet tegen. Had ik niet verwacht. Nee. Ik ga mijn mond. Wat gaan we maken? We gaan een ombouwtje maken. Ja, voor dit. Dit wordt een soort watervalletje met... Oh, dit is de fontein. Ja. Ik dacht dat ze gewoon echt een echte fontein had gekocht, maar die zijn jullie gewoon aan het maken. Maar voor MDF ombouw. Die komt er dan weer op met grind. Ja. Oh, daar komt dan grind op. Ja. En waar komt het water dan? Zoiets. Je weet het niet. Ik weet het niet. Ja, er komt ook een pompje in. Een pompje. Ja, ja. Oké. Okay. Maar hebben ze het al uitgelegd wat ze wilden? Ja, 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 ze. Hij heeft het gewoon niet begrepen. Ja, ja. Gewoon een vierkant bakkie en klaar. Gewoon een vierkant bakker omheen met een opstaatrijntje. Lekker. Oké. Okay. Komt goed. Prima. Ja, tuurlijk. Het komt altijd weer goed. Kijk, fantastisch. Ziet er goed uit. Wat een mooie bus heeft hij, hè, Gert-Jan? Helemaal te gek is dat gedaan, joh. Echt fantastisch, ja. Airbrush noemen ze dit. Ja. Airbrush job. Ik snap wel dat ze dat zo noemen. Ja. Want het is het ook, hè? Ja, het is gespoten. Ja, precies. Ja. Ja, vandaar. Hey, hoe gaat het met de roos? Ja, ben je zo ver al? Nog niet helemaal. Er moet nog even een beetje purschuim bijkomen. Laat zien even. Ik had toch iets te weinig. Ja. Ja, ik zie het. Ja, iets te weinig nog, hè? Nou, veel te weinig. Ja. Veel te weinig. Veel meer in. Verkeerd ingeschat, denk ik. Ja, ja, ja. Het is ook wel een beetje per purrschuim verschillend. Dit is groene en dat zet nooit zo erg uit als geel. Dat is dus verschillend. En ik wist niet wat het was, dus ja, dat is er even afhankelijk van. Ja. Nou, dat maakt verder niet uit. Nee. Jij, je kan het nog niet helemaal zien, maar wel een beetje, denk ik. Ja. Ik vind het wel kunstzinnig gedaan. Kan je zien op camera dat dat een roos is? In godsnaam. Nee? Nee. Nou goed. Wordt nog wel. Ja, dat wordt nog wel. Er wordt nog bijgesneden, hè? Kijk, wat hier eruit komt, dat snij ik straks weer vlak. En ja, is het opgevuld. Tuurlijk, natuurlijk. Je maakt het gewoon straks. Pas op. Het is, ja, het is nog nat. Ja. En dan maak je het ook rood, neem ik aan. Ja, precies. Ja. Dan komt de roze uit. Ja. En dan heb je dus die takken eigenlijk gekomen, ja, die takken, aan de zijkant. Precies, die laat ik aan twee kanten. Laat ik dat zo over de muur heen gaan. Ja, fantastisch. Is dat slaan niet. Nee, natuurlijk niet. Dat wordt geweldig. Ja. Die wordt er gewoon opgemaakt met een paar schroeven, een paar boten in de muur. Komt wel goed. Styliste Melanie houdt ook wel van gewaagde kleurtjes. Bij auto's heet dit reflex zilver metallic. Bij ons heet het een kamertje bling. Klusser Marco is er maar druk mee. En dan moet hij ook nog Duncan's fonteinbak afmaken. Ik ben toch zo benieuwd of dat ding een beetje lekker gaat spuiten. Zo niet... Dan moeten ze nog maar even door de internetspam van deze week. Daar zit vast wel wat bruikbaars bij. Ach, kijk nou. Dag meneer. Hallo. Goedendag. Ja, ik ken je wel, hoor. Ja, ik u ook. Fantastisch. Sinterklaas is het land nog niet uit. De kerstman is alweer in het land. In de straat. Dag. Kijk eens even aan, mensen. Alweer een spuitgast. Dit is Wilbert. Hij is chef ondeugende engeltjes vandaag. Wilbert is namelijk airbrush-specialist. Dat betekent letterlijk luchtkwast. Er komt een hoop techniek bij kijken. Een hele koffer vol met speciale verf. Meer een soort inkt eigenlijk. Laten we hier straks nog maar even terugkomen, want ik denk dat dit nog wel even gaat duren. Net als het project van rozenkweker Gert-Jan Aaltink trouwens. Dit is een roos, hè, Gert-Jan? Ja. Dit is de roos. Dit is hoor. Het begin van de roos. Ja. Nou, we moeten nu even wachten tot het droog is, hè. Het is bijna uitgehaald. Ja, hier, dit is al veel eerder gedaan. En dan ga je snijden. Kijk, ja, dit moet even harder worden. Ja. En dan kan ik het eraf snijden. En dan kan ik een beetje het farmen, zeg maar. Fantastisch. Even op inzoomen, hè. En dan is het veel muziek van Alien graag. Ja. En dat wordt een prachtige roos. Ja. Uiteindelijk wel. Nu hebben we nog een klodder snotsel op de muur geschoten. Heerlijk. Ja, lekker. Schema voor vanavond graag. Meneer de stylist. Ik kan hier niet zoveel meer mee, dus we doen nog even die kastjes. En ik denk dat ik morgen vroeg pas aan het snijden kan. Ja. Ik denk dat het gewoon een nacht nodig heeft. De kastjes schilderen nog, dat is wat je wil? Ja, de kastjes en hadden we nog iets meer, geloof ik. Ja, komen we volgens mij ook niet helemaal mee klaar. Want er moet nog een gedeelte meer bij die kast. Ja. Die andere kunnen we nog even in elkaar zetten en dan hoopt het op voor vanavond. Ja.
Wel te gek, hè? Zo'n topklusser die je dan gewoon... Ja, Michiel, gewoon eerlijk is eerlijk. Je hebt echt bergen weg verzet vandaag. Dat doe ik, toch? Ja, en allemaal echt fluitend, hè? Gewoon hier in fluiten, vlieren fluitend. Gaat gewoon de hele dag echt te knallen hier. Ja, serieus. Ja, je hebt er zin in ook, hè? Je vindt het leuk. Ja, ik vind het leuk. Ja. Heb jij nou met je kennisblik al een gevoel hoe de kamer er straks uit gaat zien? En wat vind je daar dan van? Ja, volgens mij gaat het goed komen. Ja? Die roos, moet even afwachten. Maar... Ja, dat is twijfelachtig, hè? Ja, ja. Maar ik denk dat het goed komt. Jawel. Anders kijk ik er zelf even naar. Het is mij opgevallen dat hier aan de overkant, ja. dat Elvis Presley daar woont. Ja, hij doet ook regelmatig een optreden voor de buurt. Dan zet hij die muziek zo hard, dan kan de buurt mee genieten. Hoe is dat nou om zo bij Graceland te wonen? Ik vind het geweldig. Toeristische attractie. Ja, ik kan heel goed zingen. Lijkt net Elvis. Net of hij weer is opgestanden. Lekker versierd ook, huisje. Ja. 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 Nee, is hartstikke leuk. We moeten even gaan kijken buiten. We hebben natuurlijk volgende week de kerstaflevering van Een Hollandse Staat aan Huis. Dat wordt wel heel bijzonder, hè, Marco, denk ik. Ik denk het wel. Ja, dat wordt natuurlijk helemaal te gek. Toch elk jaar, hè? Ja, we hebben een ontzettend leuke soort van kerstversiering hebben we bedacht. Kijk, het is prachtig om te zien hoe dat huis versierd is. Ik moet hem daar toch even mee feliciteren. Kijk toch eens even aan. Dan kom je al helemaal in de sfeer. Leuk kerstmis. Vieren met Een Hollandse Staat aan Huis en met Elvis Presley. Loop even mee, we bellen bij hem aan. Martijn, jongen, dat kan je toch niet doen, hè? Wel. Als ik even met mijn vrouw sta te knuffelen. Ja, dat kwam toevallig zo uit. Hi. Hi. Dag. Hoi. Hoi. Zeg, fantastisch. Ik zag je met je hond staan al vanochtend. Ik hoor hem ook nu. Ja, dat is te klein, hè? Dat is te klein. Dat is onze waakhond, hè? Is dat een hond? Ja. Dat is eigenlijk kruising rat, maar dan moet je verder... Ja, die geeft me een denk ik gesloten. En ja, met die hond was je buiten inderdaad? Was buiten, ja. Ja, kijk daar. Ja. Oh, we zijn ook wat die hond betreft van harte welkom. Ik ben zo'n grote Elvis-fan, het is hi. Is dat zo? Hallo, ja, fantastisch. Ja, dan moet je zeker eens een keer van de week om me luisteren. Je treedt op, hoor ik, van je buurman aan de overkant. Ja. Ja. Ik doe het eigenlijk van alles van Elvis. Ik heb er 12 van mij 350 nummers. Kijk. Allemaal uit de kopie, hè? Allemaal uit het blote hoofd. Dat wel. Zo in groot, hè? Fantastisch. Dus dat is, dat is gewoon kikker, dat is leuk. Ja. Dus dat is... En als mensen je nou willen boeken, hoe gaat dat? Dan boeken ze me. Meestal bellen ze gewoon aan, horen ze me zingen. Ja, dat gebeurt wel, hoor. Ja? Ja, maar we doen... Leuk, hè? Leuk, hè? Ja, dag Priscilla, hallo. Nee, weet je wat ik doe, hè? Ik doe het volgende. Ik ben gewoon mezelf en ik zing gewoon Elvis covers. Ja. Dat is mijn stem gewoon. Van waar Elvis? De fascinatie met Elvis? Nou, niet gefascineerd, maar gewoon heerlijke warme stem. Ja. Die stem ligt mij heel goed. Ja. De nummers ook. En, ik zing zo zijn ze er niet meer eigenlijk? Nee, zo zijn ze niet meer. Dat hoor je niet veel meer. En er is nog steeds wel vraag naar. Ja. Dus ik vind het fijn ook om te doen, om dat soort nummers te brengen. Even een klein stukje, misschien een kerstliedje, dat leuk is. Dat kunnen we... Een kerstliedje. Silent night, holy night, all is gone, all is bright. Yeah. Wat zei ik hier zo live? Ja. Dat was hartstikke mooi. Hey, hartstikke tof. Dat was hartstikke mooi. Dat was echt leuk dat je... Dankjewel. Ja, graag wel. Wij zijn er morgen weer natuurlijk. Dat, als jullie even nog langs willen komen, dat... Gezellig, graag. Ja, dat is leuk. Nou, ik ben die komende. Ik ben helemaal stil van. Dankjewel. Ja, hartstikke fijn. Top. Hey, top, jongen. Dag, fijne avond, hè. Ja, jullie ook, hè. Ja. Dag. Hoi. Nou, we hebben een woord te veel gezegd, toch? Niet te geloven. Fantastisch. In één woord. De volgende ochtend werd al snel duidelijk dat we nog lang niet van Elvis af waren. Hij had deze dag, puur toeval natuurlijk, uitgekozen als repetitiedag met de band. De hele straat hoopt op dit soort momenten op een overdosis, want tot binnen in de huizen is de King te horen. Lekker brood? Ja, lekker.
Graag met pindakaas, jam en hagelslag en een plakje banaan. Net als Elvis. Wordt mooi, hè? Ja, het wordt hartstikke mooi. Dat dachten we gisteren niet, maar... Een trapje. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn jullie laat doorgegaan nog gisteren? Nee, helemaal niet. Nee. 8 uur, zoiets? Ja, 8 uur. Maar toen hebben tussendoor ook nog gegeten op ons gemakje. We hebben eigenlijk een beetje opgeruimd. We zijn 8 uur echt definitief gestopt. Het zijn de directe verbouwing eigenlijk. Nou, zeker. Maar wel een enorme opknapbeurt. Ja, echt. Helemaal top is het geworden al. Ik denk dat het heel mooi wordt. Alleen de gordijnen? Ja. Vandaag? Schuifpanelen zijn het. Ja? En, hoe dan? Ja, dat is een systeem en dat kun je aan elkaar klikken. En dan schuift dat helemaal uit elkaar, zeg maar. Maar zet je dit er dan in of zo? Ja, dat moet je een onderrail en een bovenrail. En deze klik je zeg maar in de rail zelf weer. Dus hier klik je het paneel in. Ja. Ja. Nou, leuk. En wat heb je nog meer... Nou, ineens begonnen met de tv-meubel in elkaar zetten. Ja, dat soort dingetjes. Verlichting natuurlijk. En dan zo langzamerhand opruimen, schoonmaken. Ik ben zo benieuwd of die fontein werkt. Ben ik ook wel benieuwd naar. Dat is even natuurlijk heel belangrijk. Ja, zeker. Ja, het leuke is, de waterleiding is afgesloten. Tot 2 uur. Dus voorlopig kunnen we het niet proberen ook. Maar in de hele straat? De hele wijk ligt eruit. De hele wijk? Ja, onderhoudsbeurt hebben ze aan de waterleidingen. Dus we hopen dat die om 2 uur weer aangesloten wordt, zodat we hem kunnen uitproberen. Ja. Ook vandaag is de aandacht van Gert-Jan voornamelijk bij zijn eigen rozet. Dat betekent dat het klusteam niet op de kont kan blijven zitten. Eigenlijk moeten ze bijna al het werk doen. En Gert-Jan heeft dat prima geregeld. Het is een man om een hart, want ze doet het ook al jaren met veel plezier. En laten we eerlijk zijn, die Roos, die komt er wel. Bij de buren staat de klusradio op 10. De klusradio zelf staat echter aan de overkant op nummer 8. Te repeteren met de band. De papegaai